yesterday, one of our big role models passed away, Connie van Rietschoten. He brought sailing up to a completely different level. So I would like to use this occasion, together with you, to have a minute of silence for Connie van Rietschoten. Can you please stand up? Connie van Rietschoten die heeft heel veel betekend voor de zeilsport in Nederland. Hij is natuurlijk voor veel mensen iemand uit het verleden. Maar het is iemand die in het verleden de maatstaf heeft gezet voor een nieuwe manier van zeilen, een professionele manier van zeilen. Deze maatstaf was in zijn tijd uniek. Ja, als eerste wat in me opkomt is eigenlijk de foto van de flyer waarmee zij de wereld zijn rondgetrokken. Hij was natuurlijk een pionier binnen het zeilen. De eerste echte professional. En ik heb in 92 dan de Connie van Rietschoten trofee gewonnen. Daar heb ik ook heel even met hem gesproken. Vooral even treuren, maar zeker even stilstaan met wat hij heeft neergezet. Zijn inspiratie. Voorbeeld van ons allen en inspiratie. De eerste die de wereld rondging eigenlijk. En ook nog won. Connie, dank je wel voor het prachtige voorbeeld wat je bent geweest. En dat onthouden we.